Ik vind duurzaamheid heel belangrijk, ook voor de mensen die na ons komen in de toekomst, dat we niet alles opmaken. Het gaat om onze kinderen en om onze kindskinderen. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, duurzaam. We staan voor een tijd waar gewoon grote ingrepen nodig zijn in relatie tot CO2-uitstoot. Ik ga ervan uit dat het MT daar met z'n allen onderling over gesproken hebben, want die zullen daar een invulling aan moeten geven. Iedereen heeft het over duurzaamheid en de een heeft het uiteindelijk over CO2. De ander heeft het over cradle to cradle. Weer een ander heeft het over het voorkomen van afval. Naar mijn idee, het ontbreekt eigenlijk als een soort maatlat. Maar wanneer is iets duurzaam? Ik had toen ook die documentaire gezien van Tegenlicht en daar werd ik eigenlijk heel enthousiast over. Dat ging dan over cradle to cradle. En ook dat het financieel heel aantrekkelijk kan zijn. Want vaak denken mensen bij duurzaamheid van oh, dat kost allemaal heel veel geld. En dan wordt het vaak een probleem. Maar daar wordt het juist op een hele positieve manier eigenlijk benaderd. Duurzaamheid is geen hype. Duurzaamheid blijft structureel in de samenleving en in ons bestaan. Ik denk dat vooral als je over duurzaamheid denkt, dat het meer als last wordt gezien en niet als meerwaarde. En dat de eerste stap moet gezet worden, dat het eerst als meerwaarde gezien moet worden. En dat het echt belangrijk is voor de toekomst en dat je er ook mee kan verdienen. Ik denk dat het tijd is om het thema wel te verbreden. Ik denk dat het wel de afgelopen jaren al op meer en meer plekken is gaan leven. Dat was onze eigen huurdersorganisatie. Die zei van, nou dat is mooi, maar breid het uit naar andere dingen. Ja. En SAM staat voor die uitbreiding. We hebben een hele grote opgave, met name in de woningvoorraad. We moeten naar pak een beetje 20 jaar dat onze voorraad op het niveau van een B-label is. Het leuke van een van onze Groene Ster-projecten is dat het op initiatief van de huurders extra duurzaam is gemaakt. Belangrijk voor onze huurders ook. Die hebben niet al te hoge inkomens. Dat betekent dat een belangrijk deel van hun inkomen naar stookkosten gaat. Ja. Wij zijn in staat dat te beperken en dat wordt ook steeds efficiënter. Wij hebben onlangs een complex woningen opgeleverd waar wij de 80 hebben gedaan van de 270. Waar de mensen aan de overkant vragen, wanneer kom je bij ons? Niet zo heel lang geleden bijvoorbeeld meegaan aan een prijsvraag waar het enige selectiecriteria was ook duurzaamheid. Dus daar hebben we nadrukkelijk stilgestaan bij allianties en duurzaamheid. Hoe zien we dat nou? Hoe kijken we er tegenaan? En met name ook vanuit de nieuwbouw in projecten. Zelf ben ik bezig geweest met het ontwikkelen binnen de alliantie van een digitale opname. Het werkt makkelijker, maar daartegenover staat ook een besparing van behoorlijk wat papier. Onze complete serveromgeving, dus onze backend, waar eigenlijk alle applicaties op draaien, hebben we gevirtualiseerd, zoals het heet. Houdt in dat we hebben uitgerekend ongeveer op jaarbasis 4500 bomen besparen. Dat hebben we mogen daar ons best wel groen in noemen dan. We hebben nog één heel groot project lopen in Amersfoort, energetische maatregelen. Dan gaan we in samenwerking met de VVE, de Alliantie Eemvallei, provincie Utrecht, zijn we bezig om woningen die nu in de label G vallen, energielabel G vallen, om die terug te brengen naar C, B en soms zelfs A. Duurzaamheid hoeft niet altijd duurder te zijn. Hè? Het kan ook tot efficiëntie, kostenreductie leiden. En dat er ketenintegratie plaatsvindt, waardoor je uiteindelijk betere producten krijgt voor minder geld. Dus duurzaamheid kan ook gewoon geld opleveren. Dat betekent ook dat je woningen meer in de fabriek maakt, in kortere tijd realiseert. Ook op die manier duurzaam bezig bent. En dat betekent dat je weer wat centjes in het budget overhoudt, zeg maar, om misschien een duurdere isolatie te kiezen of andere systemen te kiezen. Er is altijd al een spanningsveld tussen kwaliteit en geld nu wat je moet investeren. Dus het blijft zaak om de discussie aan te gaan over de investering nu en de terugverdientijd die voor ons ligt. Het zal van twee kanten komen. Ook mensen zelf, medewerkers zelf, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ik kan zeggen, ja, ik kan niet duurzaam gaan bouwen, want ik moet meer budget hebben. Of ik kan niet duurzaam zijn, want er is geen goed station in de buurt van de Alliantie. Nee, het wegleggen van de vraag, dat kan niet meer. Je zal zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen. Volgens mij zijn we nu klaar om de volgende stap te nemen. Om van de duurzame projecten over te gaan naar het echte duurzaam ondernemen. Belangrijk is om met ideeën en plannen te komen. Hoe klein of hoe groot ze ook zijn. Dus 11 november kon ermee worden gedaan.
Betekent dat je zelf ook een hybride gaat rijden? Eigenlijk, ik moet wel voor een A-label gaan, hè? Verwarming een beetje zachter, ja. En touwtjes springen als je koud hebt, ja.